Ja, dat was op zich al opvallend dat jij ineens in de goal stond. Want het gebeurde allemaal rond een uur of, nou, wat zal het zijn geweest? 1:30? Ja, ik denk zoiets, ja. Ik weet niet, ik was in een kleedlokaal, ik was me klaar aan het maken. De basis heeft altijd apart bespreking door de maatregelen, moeten zij apart. En ja, toen kwam in één keer de verzorger van ons, Harry, die kwam en die zei van... ja, Delano, maak je maar klaar, want ik denk dat je moet gaan spelen. Dus ik had zoiets van, hè? Want ik had Tors niet meer gezien. Ja, toen bleek dat hij niet lekker was geworden. Dus ja, dan moet die knop om en dan moet je naar buiten. Ja, weten jullie inmiddels wat meer? Zijn jullie gerustgesteld wat dat betreft? Ja, ik hoorde net in een gauwigheid dat er niks aan de hand was eigenlijk. Dus tenminste, als ik het goed heb gehoord. Maar ja, gelukkig is hij goed nu. Ja, is dat lastig of maakt het eigenlijk niet zoveel uit in de voorbereiding naar een wedstrijd? Dat je dan ineens toch moet gaan keepen? Nee, ja, natuurlijk. Ja, je bereidt je altijd hetzelfde voor. Maar ja, je wilt naar buiten gaan om Tors warm te maken. Maar ja, uiteindelijk moet je zelf in de goal. Ja, want het vergt een andere scherpte. Ja, dat zeker. Maar ja, gelukkig had ik met mijn warming-up om het goed scherp te houden. Ja, hoe kijk jij vanuit de goal naar wat jullie vandaag hebben laten zien tegen Feyenoord? Ja, ik denk de eerste 60 minuten totdat die goal eigenlijk, staan we verdedigend gewoon eigenlijk goed, geven we niet heel veel weg. Ja, dan valt die goal en dan stort het in weer. Ja, weer, want het wordt niet zo erg als bijvoorbeeld tegen Ajax toen je in de goal stond en gedacht moet hebben van ik wil hier zo snel mogelijk weg, maar het was binnen 10 minuten wel weer 3 keer raak. Dat is toch het punt waar jullie wel aan moeten werken. Ja, dat is echt goed. We moeten gewoon mentaal sterker worden dan en dan tot hier en niet verder. En ja, dat mentale punt wat je aanstipt vind ik interessant, want was er sprake van ontzag van jullie kant richting Feyenoord? Want zo leek het een beetje, jullie deden zo weinig. Nee, ik vond het eigenlijk niet. Zij creëerden het eerste uur niet eigenlijk wat, maar als wij een goal tegenkrijgen, dan moeten we niet zo snel weer die tweede en die derde tegenkrijgen. Mm-hmm. En ja, het zijn gewoon eigenlijk identieke goals. Afstandsschoten, Berghuis, weet je, hij gaat naar binnen dribbelen, moeten we de binnenkant afhouden, ja. Zag je hem laat komen trouwens, had ik het ja, idee? Ja, ik zag hem net terug. Hij schoot hem om Koem heen, zeg maar, dus Ja, hadden jullie in aanvallend opzicht ook voor de 1-0 van Feyenoord meer kunnen doen, meer moeten doen? Ja, ik denk dat de jongens voorin op zich wel redelijk sterk waren. Maar omdat het middenveld van ons heel veel moest lopen, hadden ze geen ondersteuning. En ja, daar moeten we, als de jongens eronder kunnen komen, als Jaf en Jaco die bal vasthouden, dan kunnen we doorvoetballen. Ja, vandaag niet. Vorige week tegen RKC natuurlijk door die rode kaart uiteindelijk ook een nederlaag. Heb je het idee dat het een heel zwaar jaar voor jullie gaat worden uiteindelijk? Dat het echt vechten wordt tot het laatste? Nou, maar ik denk dat het voor ons toch elk jaar is. Dat is gewoon vechten voor elk puntje. En met ons denk ik nog 6-7 andere teams. Ja, want ja, dat zit het dicht bij elkaar. Ik zag voor de wedstrijd geloof ik 3 punten verschil tussen 8 teams of zo. Ja. Ja. Ja, je weet waar je aan begonnen bent. Het is een gevecht. Ja, en daar houden wij normaal gesproken wel van. Dus moeten we dat volgende week tegen Twente maar weer tonen. Succes erbij. Dank u wel. Dank je wel.